zijn naar Limburg gegaan om een bezoekje te maken aan Oldschool Toys. Hoe leuk is dat? Oldschool Toys zit in Horst. We zijn hier 2,5 jaar geleden ook eens geweest. En vandaag gaan wij deze winkel echt in het zonnetje zetten. En eens even kijken waar Mark en Joep zijn. Gaan jullie mee? Hallo? Goedemiddag. Hey, hoi. Hallo. Hallo, hey. Joep. Welkom. We komen Joep als eerste tegen. Goedemiddag. Hey. Goedemiddag. Wat een verrassing. Nou, hartstikke leuk om jullie weer eens te zien. Wat hier willen jullie? Ja, het is echt een topwinkel dit. Thanks. Dankjewel. Uit de hand gelopen hobby. Ja, wat, even in het kort hoor, Mark. Hoe is dit ontstaan dan eigenlijk? Want je zegt een uit de hand gelopen hobby. Klopt. Kun je er iets over vertellen? Ja, ik ben hardcore Star Wars verzamelaar. Ah. Van jongs af aan. En op een gegeven moment kwam ik op het punt dat ik grote verzamelingen opkocht. En dat ik dingen uithaalde die ik over had. En die ging ik weer doorverkopen om de toekomstige aankoop te kunnen financieren. Ja. En op een gegeven moment ging het zo lekker lopen. Dat ik dacht van, dat ga ik eens nog verder mee doen. Dus niet alleen maar aankopen voor mezelf, maar ook puur voor de verkoop. En op een gegeven moment werd mijn zoon geboren. En toen moest ik mijn verzamelkamer inleveren. En dus toen ging ook de startverzameling op het moderne gedeelte. Wat ik allemaal had van de Saga collectie, de Episode 1, Power of the Force. Ging ik allemaal in de verkoop gooien. Ja. En toen ben ik begonnen via eBay, Marktplaats. Ja. En uiteindelijk zelf met een houtje touwtje winkel ben ik zelf een webshopje begonnen. Ja. En sinds 2012 heb ik echt een echte site. Tof. Ja, maar je had onlangs, dat is nog niet zo heel lang geleden, had je een jubileum, hè? Klopt, ik doe altijd het vieren. Toen ik altijd tot 2012 ook nog altijd hobbymatig. Maar vanaf 2016, toen heb ik mijn andere baan opgezegd. En toen ben ik echt voor mijn inkomen dit werk gaan doen. Toen ben ik begonnen op een andere locatie met een kleiner winkeltje. Ja. En dat is altijd de datum die ik vier als mijn officieel jubileum. Ja, zo ja. Dat is het laatste weekend van maart. Ik zie hier ook vintage Star Wars figuurtjes. En hier ben jij ook mee begonnen. Ja. En vroeger had ik er bakken vol van, maar tegenwoordig. Ja, en die stonden dus uit allemaal in Joep's babykamer. Ja, precies. Ja, dit is eigenlijk wel een mooie overgang naar Echo Base, hè? Want daar hebben jullie ook toch een bijzondere relatie mee. Klopt, ja. Ja, zeg maar met Rody Roeleveld, hè? Die komt hier ook regelmatig. Ja, goeie kerel, ja. En goed, jullie zijn ook vaak terug te vinden daar op de groep. En jullie zijn daar ook graag geziene gasten altijd. Ik hoop het. Ja? Uiteindelijk kennen wij elkaar ook weer dankzij Echo. Ja, inderdaad. Want wij zijn natuurlijk ook oorspronkelijk We gingen ook beginnen met Star Wars. Ja. En dat is dus eigenlijk hier heel goed zichtbaar. En dat is eigenlijk ook weer een mooi bruggetje naar het wat je allemaal verkoopt. Want je begon met Star Wars en je merkt op een gegeven moment er is veel vraag naar andere zaken. Klopt. Ik zeg altijd, Star Wars is mijn passie. Dat weet ik ook. Heel veel vanaf. En dat vind ik eigenlijk het leukste wat er is. Maar ja, er moet ook meer benzine in de motor om het draaiende te houden. Ben ik met Funko's gestart. Ja. Ik doe ook tegenwoordig heel veel in comics. Daar heb ik echt heel veel van. Dus al die bakken zitten vol. Oh jeetje. Dat heb je dat 2,5 jaar geleden ook? Nee. Toen had ik echt minimaal nog. Ja. En dat is natuurlijk dankzij de Marvel films van Disney en alles. Ja, comics wel helemaal hot. Leuk hoor. En natuurlijk ook nog Hasbro, Hot Toys, allerlei andere soorten. Echt eigenlijk alles, hè. NECA, Marvel, He-Man. Echt voor de verzamelaar is dit echt een topwinkel. Ja. Dank je. En zeker als je een beetje in de buurt woont van Limburg. Ja. Dat is nog wel een eind rijden, maar we zijn super blij om hier te zijn. Ja, voor de Randstadbewoners is het een lange rit. Ja. Maar ik zit heel dicht tegen de grens van Duitsland aan. Ja. En die zijn ook helemaal gek van dit spul. Ja. Dus op dat gebied kun je veel Belgen vanuit het zuiden. Ja. Ja. Heel leuk. Ja. Onder andere Tanguy. Ja. Geel. Oké, goed. Hartstikke tof. Hey, wij gaan sowieso nog eventjes, wij gaan even rondneuzen ook. En daarna doen we ook eventjes een interview met Joep. Maar die is nu eventjes druk bezig, maar dat komt dadelijk helemaal goed. Dankjewel Mark. Jullie bedankt. Het is goed. Kijk, hier is hij dan. De nieuwe versie, ik heb dan die oude versie. Het is de Batman Penguin natuurlijk. 1/4 scale. Echt een super doos. Super tof.
aan het einde van deze hele lange Star Wars, want kom ik hier bij best wel spannende bakken. Ik ga er even in kijken. Dat moet ik altijd doen. Hier heb je dan inderdaad Clone Wars. Ja, het is allemaal gecategoriseerd, ja, zeg maar. Het staat er allemaal heel netjes. Ik zal eventjes wat inzoomen. Je hebt hier, ja, dan heb je de Saga Legends Legacy Collection. En hieronder heb je dan... En hier Clone Wars. Ik klaar open. We hebben hier allemaal zakjes. Zelf verzamel ik geen Star Wars meer, maar ik zie hier toch wel een hele toffe, een heel tof 5-pack. Dit is zeg maar de Sith-pack. Dat is wel heel tof, hier met de Emperor, Kylo Ren, hier is die rode C-3PO, de Darth Vader en Darth Maul. Maar een tof 5-pack. Nou, dan hadden we dus Tailspin inderdaad. Oh ja, reaction card. Ja, oh ja, dat is Andre the Giant. Andre the Giant. Ik ga er gewoon even een paar uittrekken. Ik ben wel benieuwd wat hier allemaal staat. Oh, Iron Maiden inderdaad. Volgens mij hebben we deze ook wel eens voorbij zien komen. Ja, zeker wel. Hier hebben we er nog één. Oh ja, leuk. Dat is van Alien. Oh ja, kijk. Ja, precies. Enkel blind. Lachen dit zeg. De Stromo, zo heet de vehicle, zeg maar. Het ruimteschip van de... Ik zag daar net trouwens bij de vitrine, bij het raam, zag ik ook goblins staan. Kennen jullie die nog van vroeger? Ja, die zijn ook wel. Dat was een forgotten toy, maar komen nu weer helemaal terug. Ja. Hier heb je dus die Dune pakken. En die heb ik eigenlijk nog nooit in mijn handen gehad. Hier hebben die dus zeg maar die Jason Momoa. Die dan mee, die gozer van Aquaman. Die doet dan mee. Die is van House Atreides. Deze zijn van McFarlane Toys. En dit is dan de hoofdrolspeler, Paul Atreides. En dat is... Oh, dat gaat bijna, Hermelien. En dat is een niet zo'n bekend acteur, maar die speelt, dat is dus de hoofdrol, Paul Atreides. Echt super tof. Al deze figuren die zijn er ook, zeg maar, uiteindelijk krijg je ook BAF-onderdelen bij. En dat wordt dan uiteindelijk Raban. Dit is de acteur Javier Bardem. En die speelt een acteur van de groep de Fremen, Stilgar. Die hadden die blauwe ogen altijd in de oudere film van, volgens mij is eind jaren 70 of begin jaren 80. Maar de nieuwe film Dune, die zou er dus al zijn, maar door corona is dat helaas toen uitgesteld. Maar de figuren die hebben Mark en Joep hier al. Super tof. Volgens mij zie ik hier ook die poplins staan. Kijk, dit is echt, nou, wie kent dit niet? Van vroeger dan, hè? Helemaal opnieuw uitgebracht. Zo super cool. En als je het ook aanraakt, het voelt ook gewoon echt nog als... Dat zijn best wel grote dingen eigenlijk. De poplin van vroeger.
Dat is een mooie, ja. Heel mooi. Ik vind het echt wel leuk. Ja. Ja. Ik vind het echt zo super eng. Ja. Maar het is zo gaaf. Omdat ik vond die film ook ziek. Kijk, het is echt een heel vierkant doosje. Ja, en dan krijg je dan zeg maar, dan zit ze daar in die, hoe noem je dat nou, schommelstoel. Ja, dan zit ze je aan te staren. Ja. Stel, dat is de creep. Heel eng. Ja, die gaan we niet kopen. Die ga ik hier terugzetten. Ja. Ja, Joep heeft net voor mij Dallas gevonden. Daar zit hij. Yes. Ja, hij is super vet. Ja, die zei, ik vind, weet je wat ik ook zo mooi vind? Sowieso vind ik het een klassiek figuur, omdat het natuurlijk uit de eerste film kwam, hè, deze. En sowieso vind ik hem heel mooi. Immanuel Dijk die had hem gisteren op de groep gezet. Die helm vind ik heel mooi, die je erop kan zetten. Dus deze, die gaat mee naar huis. Super. Dankjewel Joep. Alsjeblieft. Walking Dead zie ik hier van AMC. Nou, ik heb hier ook een Walking Dead. Wat dan? Octo, ja. Hij heet Squidward, maar wij kennen hem natuurlijk als Octo. Grappig joh, kijk dan. Kaartjes van SpongeBob. SpongeBob? Patrick, die vind ik ook altijd zo droog. En hier... heb je nog een Pokémon Funko's ook? Jazeker, ja. Want er staan er zoveel, ik kan het allemaal niet... Ja, maar het is dus weer verstopt. Oh ja, kijk. Die hebben we net nieuw binnengekregen. Oh, die is wel leuk, zegt Charmander. Kijk nou. Charmander. Ah. En deze hadden we al. Oh ja. De Growlithe. En natuurlijk de fan favorite van... Ik denk wel bijna iedereen. Oh kijk, Pikachu. En die is nog niet eens... Nee, dit zijn allemaal exclusives van Amerika of van Engeland. Leuk! En deze is gelukkig een normale. Nou, dan wil ik deze. Ja, maar Anneliesje die vraagt het natuurlijk voor haar middelste dochter Anouk. Die is plots ineens... Ineens een Pokémon fan. Ja, zomaar ineens. Eerst was het, wat was het ook weer? Ja... De gorgels. Ja, de gorgels. En daarna kwam dat weer iets anders. Maar nu is het... Ken je dat, de gorgels? Heb ik goed daarna gekeken. Ik wil die zo meteen... dus die Pikachu nemen we sowieso Pikachu mee, ja, voor Anouk, hè? Anoukie. Anouk, ja. Oké, okay, dankjewel Joep. Die hebben dan iets van Rick en Morty. Joris van Dinter die weet daar alles van. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind het wel grappig, maar ik weet er niet zoveel van. Dit lijkt wel een soort, ik weet niet, een soort krengfiguurtje hierin. Het is een soort hersentje of zo wat in een bubbeltje zit. Dus ik weet er voor de rest niet zoveel. Het is een portal gun blijkbaar. En super grappig. Nou, hier staat dan Fortnite. Ja, ik vind hem ook echt. Jouger is ineens helemaal lyrisch van deze figuren. Ja. Waarschijnlijk ook omdat ze zo lekker articuleerbaar zijn. Ja, maar dan heb ik ook wel eens gekozen. Maar ook omdat ze gewoon grappig vindt. Best wel veel hier zo, als je naar achter kijkt. Oh, jezus. En hier heb je dus zo'n levensgroot facehugger. Altijd getwijfeld of ik zo'n ding zou willen, maar ik denk niet dat Anneliesje dat fijn zou vinden. Ja, wij willen een Spider-Man. Ja, hier. Kijk. We hebben een Spider-Man. Dankjewel, Mark. Ja, kijk, ik sta hier dus voor een onwijs grote Xenomorph. En ik zal laten zien hoe groot hij is als ik Mark er even bij pak. Mark met zijn grote kop erbij. Nee, maar dit is wel een bijzonder item. En
Ja, ik vroeg net van, zit hier nog een verhaal achter of zo, maar die heb je gewoon ooit eens besteld in Wees voor de verkoop of zo? Ja, ja, nee, die is eigenlijk puur voor mijn decoratie. Ja. Hij is ook bestelbaar, ook wel voor de verkoop. Ik moet wel eerlijk zeggen dat hij een beetje prijzig is. Ja, dat is wel best. Waar is die van? Van Neka. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, dat zou je niet zeggen dat van Neka is. Nee, mee eens. Ja. Oei hoor. Want de grote Pennywise bijvoorbeeld, die voorstaat is ook van Neka. Ja. Maar het is een soort foam. Ja, want als je hem zo ziet, dan denk je dat is steen of zo. Ja. Ja. Maar dat is gewoon echt, kijk, ja. Ja, ja. Die is wel echt van, niet hard plastic, maar wel van plastic. Hey. En wat ik cool vind zelf is, zijn schedel zit ook echt hieronder. Oh. Want ik denk dat de meeste mensen wel weten dat de echte eerste Xenomorph, zat een menselijke schedel had erin verwerkt. Die Geiger, die speciale effectenman. En die zit hier ook weer in. Ja, ja. Die zit dan een beetje onder de dome verstopt. Ja, mooi verhaal. Nee, gaaf. Super tof ding. Nou, wat een toffe winkel zeg, hebben we net gezien. Onwijs veel assortiment, heel uitgebreid. En ik sta hier nu bij Joep. En Joep staat bij een Funko stelling. Volgens mij heb jij wat met Funko's, hè? Precies, ja. Ik ben zelf ook fanatiek verzamelaar. En ik heb ook momenteel meer dan 300 Funko's in mijn eigen collectie. Ja. En ik ben wel out of the box gelet, want anders dan met de ruimte kom je flink in de knoei. Maar een voordeel van Funko's is, er zijn genoeg mensen die vinden Star Wars of DC of Marvel, vinden ze niks aan of iets. Maar ze zijn wel mega fan van bijvoorbeeld een game als Halo. Ze zijn mega fan van Metallica. En daar zijn ook een figuur van. Funko is eigenlijk voor iedereen. Dat is, dat is het voordeel ervan. Dus je bent niet in die zin je vader achterna gegaan met puur en alleen Star Wars? Nee, maar kijk, maar het is wel zo dat je hebt wel iets bijzonders met Clone Troopers. Ja, met Clone Wars. Dat is een serie van eigenlijk voor kinderen bedoeld. Clone Wars. In het begin. Ja, Clone Wars, ja. Heb ik vroeger had ik elk figuurtje, echt, sommige wel 10 keer dubbel. Alleen toen moest ik keuzes gaan maken van of een PlayStation of de Clone Wars. Daar heb ik helaas de Clone Wars verkocht. Ja, want daar zit eigenlijk een traantje en daar zit een pijntje. Precies, ik heb wel heel veel plezier aan de PlayStation nog steeds elke dag. Maar als ik nu zie hoeveel... ik ben nu bezig met bepaalde items terugkopen. Als je nu de prijzen ziet, wat je vroeger €50 betaalde in op kaart, betaal je nu voor een Dark Sidious al €200 los. Ja. Dus daar baal ik wel van als ik die prijzen zie. Het was ook, dat heb je een keertje aangekaart in de groep inderdaad, in een bericht. En ja, daar, ik kon me ook herinneren dat je daar ook reacties op kreeg. Dat je als verzamelaar, ga je altijd ergens wel, je laat sommige figuren gaan waar je later erg veel spijt van hebt. Alleen dat hoort een beetje bij het collectorschap. Hè? Ik denk dat iedere collector daar over kan meepraten. Maar het zit wel in je, precies. Verzamelen. Al vanaf begin af aan heb ik... Al is het van Playmobil, van Lego, tot Star Wars, tot Funko's. Ja. Is altijd al, dankzij mijn vader is altijd al... Heb jij plannen ook met deze winkel? Ik ben nu momenteel nog met een opleiding bezig. En als alles mee zit, ben ik over 3 weken geslaagd. Oh, wow. En dan ga ik hier vast werken. Okay. We zijn nu ook vrijdag zaterdag geopend. En het plan is dat we dan maandag tot maar zaterdag open gaan. En dan, als corona toelaat, weer koopzondagen. Ja, dus dan, dat zou mooi zijn. Precies, dan kan ik ook mijn droom achterna. Ja, precies. Nou, ik wens je dan alvast heel veel succes met deze laatste 3 weken, Joep. Ja. Nu weten we zeker. Leuk. Je wil echt, zeg maar, gewoon de zaak van je vader overnemen. Precies, vanaf mijn eerste beurzen op Antwerpen Conventie toen ik 7 was, mocht ik voor de eerste keer mee. Ja. En sindsdien ben ik echt... verliefd met vak. Dus, heel leuk. Nou, super leuk om, te horen. En, mooi verhaal. En we wensen je echt veel succes. Dank je wel. Ik weet zeker dat je de toekomst je toe zal lachen. Super. Nou, ik heb mijn ogen uitgekeken in deze super toffe winkel. Echt, Mark en Joep, hartstikke bedankt dat wij hier vandaag mochten zijn. Jullie juist bedankt. Vonden jullie het leuk? Ja, geweldig. Okay. Gezellig bovenal, dat is het belangrijkste. Ja, we komen uiteraard... weer een keer terug. Altijd welkom. Uiteraard. Wij gaan onderweg naar Heerlen ook nog dit weekend, Geeks. Want we gaan ook nog naar een andere winkel. En jongens, hartstikke bedankt. Jullie juist bedankt. En wij zien jullie de volgende keer weer. En doe de groetjes aan Wonder Toys. Is goed. Doei. 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 Bedankt nogmaals. Hoi. Doei, fijn weekend. Dank, fijn weekend. Doei. Succes, hè, Joep. Dankjewel. Hey, enorm bedankt, hè. Joep. Oké, hoi. Een lekkere paar dagen. Gaan we doen. Hoi. Hoi. Nou, dat was het weer, schatje. Jeetje, wat leuk en gezellig, hè, om hier weer eens te zijn. Hey, dit was een mooie afsluiter. Ja. Ik, prachtig weer, trouwens, hé. Pak nog even oldschool toys erbij. Ja. En ik zeg, Geeks, ik zou zeker een keer gaan naar deze Super Action Figure Store. Ja, in Horst, hè, Limburg. Oké, doei. Doei.